zelfs de mensen waarvan men denkt of van men weet dat ik misschien niet zo'n goede relatie heb. Maar die weten donders goed dat ik er alles aan doe om deze mooie club in de Eredivisie te houden. Dat is waar we mee bezig zijn. Dus al die andere zaken, daar ben ik eerlijk gezegd niet mee bezig. Ja, Henk, naast je staat een trainer die krijgt de felicitaties. Wat moeten we tegen jou zeggen? Sorry? Wat moeten we tegen jou zeggen na deze toch wel kansloze nederlaag in Enschede? Ja, je hebt het al gezegd, kansloos. Hoe kwam het dat jullie eigenlijk misschien vanaf minuut 1 al een kansloze wedstrijd speelden? De tegenstander was gewoon beter. Was beter, maar dat wist je op voorhand. Heeft jouw strijdplan niet gebracht wat je ervan verwacht had? Dat zou ik kunnen zeggen, ja. Je geeft allemaal korte antwoorden. Waarom is dat? Toch wat irritatie? Nee hoor, helemaal niet. Ik geef antwoord op jouw vraag. Maar jij geeft al richting. En dat kan ik niet ontkennen. Jullie begonnen natuurlijk ook gehavend hier. Is dan het kwaliteitsverschil gewoon te groot om hier echt een wedstrijd van te maken? Ja, ik denk gewoon simpelweg dat het is. Het kwaliteitsverschil, dat is er nou eenmaal. Maar als ik dat aangeef, dan zal een ander het weer als excuus zien. Dus vandaar misschien de korte antwoorden. Maar dat is het simpel. Kwaliteitsverschil. Wat zijn wel lichtpuntjes vandaag? Ik kan ze ook opnoemen, maar wat vond jij de lichtpuntjes? Persoonlijk, ik weet niet of we dezelfde lijn zitten. Maar ik vond de jongens die erin kwamen, misschien niet zo heel veel gespeeld hebben. Daar brachten een aantal, vond ik, de juiste energie, de juiste lef. Maar dat was niet bij iedereen. En om hier een resultaat te halen of in Amsterdam een resultaat te halen, moet echt iedereen dat zijn. Nou, we hebben misschien als reden of voor een ander als excuus dat we wel een aantal spelers misten, basisspelers. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Laurent Jans en Yannis Masouras, die speelden met het mes tussen de tanden. Die hebben vol energie gegeven. En we weten dat het kwaliteitsverschil er nou eenmaal is. Maar dat kan ik ze niet kwalijk nemen, bij die twee zeker niet. Ook je keeper kan je denk ik weinig verwijten, die jullie toch ook in de wedstrijd probeert lang te houden. Kan je uiteindelijk toch misschien blij zijn dat deze ploeg het niet tot een 4-5-0 nederlaag laten komen. Want dat kan ook, hè, als je helemaal uit positie gaat lopen. Ja, kijk, ik denk dat een deel van onze supporters verwacht dat we hier super aanvallend gaan spelen. Maar ik ga jou verzekeren, als wij dat doen tegen deze ploeg, met de kwaliteiten voorin, de snelheid voorin, dan krijgen wij waarschijnlijk wel die 5-6-0, 7-0 pak slaag. Frustrerend is, en dat kan ik me wel voorstellen, is dat wij dan in hetgene wat we moeten doen, een goede, compacte, gesloten organisatie, dan kan je niet de kansen, de mogelijkheden weggeven die we weggegeven hebben. Met name de tweede vind ik, ja, dat vind ik echt bizar hoe matig dat is. En dan vergooi je je wedstrijd. We weten dat we op die aantal momenten moeten loeren. Maar dat was niet aan de orde. En daarom begrijp ik ook wel de opmerking kansloos. Nou, verdedigend oké, 2-0. Maar aanvallend, dat maakt me zoveel zorgen. Ook vorige week in Sittard, maar ook nu, dat je nauwelijks tot kansen komt. Schrik jij daar niet van? Nee, want volgens mij is dat het verhaal van het hele seizoen. Dus ja, we zullen het met z'n allen moeten doen. Vandaar ook de keuze door degene die we ook misten. Dat je hoopt met lopers toch in de 16 te komen. Het vervelende is dat we ook op een gegeven moment met 2 gingen spelen. Maar ja, dan valt precies juist de 2-0. Terwijl we ook het gevoelsmatig wel het gevoel hadden dat we in de wedstrijd iets kwamen. En dan is het 2-0 stuk gewoon klaar. Dit weekend dan ook maar hopen dat de concurrenten in ieder geval de punten niet pakken? Of zit je zo niet in elkaar? Ja, je hoopt het natuurlijk wel, maar ik bedoel, hoe ga je daar naar kijken? Of hou je daar je totaal niet mee bezig? Ja, het zou wel moeten. Want we zijn nou eenmaal afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt. Dus dat zullen we zeker moeten. Maar we zullen ook vooral moeten kijken waar we wel puntjes kunnen sprokkelen. En vandaag zat het er niet in, omdat zij simpelweg gewoon op een aantal posities, een groot aantal posities, gewoon net iets beter zijn. Ja, en dat is het. En de man hiernaast, daar heb jij de beker mee gewonnen, heb ik het over Van Wolfswinkel. Die doet jou weer pijn, ook op het kasteel. Ook vandaag weer de 1-0. Blijft er een vriend van je? Nou, vriend is een groot woord, maar nee. Nee, het is, kijk, hij heeft mij aan de beker geholpen. Dus ja, die kan bij mij nooit stuk. Eén ander dingetje nog, ik ga er niet te veel over vermoeien, want ik ken denk ik je antwoord al, maar voordat je hier het veld op stapte, ben je denk ik al gebeld, ge-sms, je hebt het nieuws gezien over Tom Beugelsdijk. Wat kan je daarover zeggen? Ja, je kan als trainer niet veel, want je kent de feiten verder denk ik ook niet, maar speelt het wel mee in de groep? Het is wel iets van buitenaf misschien, maar speelt zoiets wel mee in de groep? Toch die negatieve berichtgeving rondom Beugelsdijk? Wij richten ons vooral op de wens. En de wens is dat wij in de Eredivisie willen blijven, met z'n allen.
Dat merk ik aan heel de groep. En dat weet de club, de mensen intern. Zelfs de mensen waarvan men denkt of van men weet dat ik misschien niet zo'n goede relatie heb. Maar die weten donders goed dat ik er alles aan doe om deze mooie club in de Eredivisie te houden. Dat is waar we mee bezig zijn. Dus al die andere zaken, daar ben ik eerlijk gezegd niet mee bezig. Wat ga je de komende week doen richting AZ? Wat we altijd doen. Zo optimaal mogelijk voorbereiden. Kijken waar onze mogelijkheden liggen. Maar we beseffen ook weer dat we tegen een hele, hele goede ploeg gaan spelen. Nou, dan hebben een aantal mensen wel terug. Dus wat dat betreft blijven we knokken. En dat zullen we doen tot het einde. Jullie hebben een heel druk programma gehad met al die wedstrijden die ingehaald moesten worden. Is het nou deze week juist misschien iets gastig? Of moet je op mentale vlak misschien toch wat helen, aangezien de twee tikken zijn opgelopen? Hoe moet ik dat zien? Ja. Weet je, ik denk dat het puur op dit moment, en zeker als je deze wedstrijd kijkt, is het gewoon simpelweg kwaliteitsverschil. In mentaal opzicht kan ik niet zo heel veel mijn spelers kwalijk nemen. Vandaag zeker niet. Voor mij was het vandaag puur het verschil in niveau. In Fortuna waren we teleurgesteld in elkaar, omdat ik vond dat we daar verslagen zijn op onze eigen kwaliteiten. En dat mag ons nooit gebeuren. Maar als we verslagen worden op de kwaliteiten die Twente vandaag heeft laten zien, hoe frustrerend ook, maar daar moet je mee omgaan. En ook in deze wedstrijd hebben we een aantal dingen niet goed gedaan, hoor. Want ik vind beide goals, vind ik dat we niet altijd even goed eruit zien. Dat is ook duidelijk. Eén kort dingetje nog. Je laat twee jongens debuteren. Leuk voor de jongens dat ze hier in Enschede kunnen debuteren met Drakpe en met Meerveld. Verdienen ze denk ik ook gewoon. Maar zijn het goede jongens die misschien wel voor de toekomst voor Sparta veel kunnen betekenen? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Want misschien dat ze hier moeten invallen is ook een argument, hè, voor jullie om te kijken van oké, de ploeg heeft zich geweerd. Maar ik moet gewoon twee jonge spelers brengen vanuit Jong. Waar ik nog niet van kan zeggen met 100% zekerheid, en dat kan je misschien nooit, dat die wat gaan betekenen voor Sparta. Maar vandaag hebben ze hun best gedaan, ze stonden er, ze hebben ons geprobeerd te helpen en daar ben ik ze gewoon dankbaar voor.